rijles dag 2. Ik ben weer aanwezig in Hoofddorp bij VDR Verkeersopleidingen. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik loop alleen 1 lesdag achter, want Luca was hier gisteren al. Die heeft gisteren weer een lesdag gehad. Hij heeft deels theorie gedaan en hij heeft al in de simulator gezeten. Dus ik moet hem natuurlijk weer overtreffen vandaag. Ik ga gewoon weer heel erg mijn best doen. Ik heb 2 uur les bij Joke. En ik ga jullie zo meteen weer vertellen wat ik gedaan heb. Start de les. Welkom Alfredo van der Veen. Ik zit nu achter het stuur van mijn geweldige Ford. De pedalen zijn gewoon aanwezig. Je hebt hier dus een versnellingsbak met koptelefoon. Links kun je lekker naar buiten kijken. Het is werkelijk fantastisch. Oké, ik ga mijn eerste les weer starten. We gaan even herhalen. Dus ik ga nu door naar deel 2. Ik heb net leren schakelen met de schakelbak. En ik merk toch, ik heb echt herhaling nodig hoor jongens. Het is heel leuk dat ik die wedstrijd aanga. Maar ik moet het eerst af en toe gewoon rustig even begrijpen. Overleggen wat de motor allemaal doet. Maar nu gaan we verder. Positie binnen de rijbaan. En wegrijden. Aantal goed. Aantal fout. Scoren. Oh, ik ga dit zo goed doen. Wacht maar, ik word de coureur. Ik ben inmiddels weer klaar. Ik loop nu weer richting de bus. En dan ga ik weer lekker naar huis. Maar hopelijk is dit een van de laatste keren dat ik zo afhankelijk ben van het openbaar vervoer. Stap voor stap komen we er wel. Oké, ciao. Get stung by the jellyfish. Goed, we zijn weer een volgende dag. Het is inmiddels weer vrijdag en ik ben weer in Hoofddorp. Ik heb weer een rijles vandaag en dit keer ben ik alleen. Luca heeft afgelopen dinsdag al gelest en ik ga dit natuurlijk weer overtreffen. Dus ik ben heel benieuwd. Joke die is er weer en ik ga gelijk de simulatie in. Maar ik heb ook alweer een paar vragen over theorie, heb ik gemerkt. Dus ik heb er zin in en ik ga jullie weer even meenemen wat ik vandaag allemaal ga doen. Ik liet jullie net eventjes dat bord zien van Pam Bovag. Joke, kun jij mij even vertellen in 10 woorden waarom dat ook weer belangrijk is? Het is belangrijk omdat de Bovag controle houdt op alle rijscholen waar mensen bij werken. Dat zij in bezit zijn van een geldig instructeursbewijs. Dat zij een VOG hebben. Verklaring van goed gedrag. Goed. En dat als er iets gebeurt met de rijschool en je hebt een bijvoorbeeld pakket betaald, dat als er iets gebeurt dat een andere rijschool dat overneemt, zodat je nooit je geld kwijt bent. Dus eigenlijk is het best wel belangrijk om, mocht je inderdaad gaan lessen bij een rijschool, om even in de gaten te houden dat die ook aangesloten zijn bij een BOVAG. Nou, zeg je dat zo? Ja, dat zeg je zo. Ja, dat toch? Zeg je prima. Dan gaan we verder. Hoe ver ben ik eigenlijk? Hoe sta ik ervoor? We gaan nu een toets doen over wat je hebt geleerd. Het sturen, remmen, schakelen. Ja. En daarna, als dat klaar is, als het voldoende is, dan gaan we verder met links en rechts afslaan. Maar alleen als het voldoende is. Oké, let's go. We gaan weer. Ik zit weer in mijn welbekende stoel. Ik ga nu oefenen met kruispunten en stoplichten en remmen en weer starten en doorrijden en rechtsom, linksom, voorsorteren. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik vind het zo tof. En ergens baal ik gewoon dat ik dit maar 2 keer in de week doe. Want het liefst wil ik het gewoon elke dag doen. En niet zozeer om het zo snel mogelijk te hebben. Maar gewoon omdat het leuk is. Het is leuk om iets te oefenen, zeg maar, op dit gebied. Ik ben er gewoon helemaal klaar voor. Hier zie je ook echt de instructies. Dus dit is gewoon mijn naam. Die houdt dus bij in het computersysteem waar ik allemaal was, waar ik ben. En dit moet je allemaal gaan doen. Dus jongens, ik ben niet handsfree bezig, dus ik ga liever even wegzetten. Ik ga rijden. Oké, ik heb weer een les gedaan. En elke keer als ik denk, nou heb ik het goed, ga ik weer de fout in. Of andersom, als ik de situatie helemaal op heb gefokt en ik ben de bocht om en ik denk echt, oh, dit was heel slecht, zegt de computer. Goed gedaan. Het is echt wennen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ik het straks in de auto al ga doen. Want het is niet dat het onmogelijk is, want heel veel mensen doen het. Alleen ik merk als je het gewoon echt heel... Als je het gewoon nog nooit echt geoefend hebt, is iets wat gewoon echt in je systeem moet slijten. Je moet weten wanneer je de koppeling moet terugkomen. Je moet weten wanneer je moet schakelen. Je moet weten wanneer je moet remmen. Wanneer je over welke schouder kijkt. Oké, let's go. En we zijn weer klaar, onderweg naar huis. Ik heb weer heel veel dingen geleerd. Ik heb weer heel veel dingen fout gedaan. En daarom is het heel goed, denk ik, dat je inderdaad in zo'n simulator zit. Je laat ook gewoon gelijk zien wat je fout hebt gedaan. Waar je naartoe moest, wat je anders had moeten doen. En je hebt gewoon nog 20 keer de kans om het te herhalen. Helaas moet ik nu weer met het openbaar vervoer. Maar goed, nog even geduld en dan heb ik ook eindelijk mijn eigen rijbewijs. Oh, kan niet wachten mensen. Oké, terug naar huis. We zijn een nieuwe dag. Het is inmiddels donderdagmiddag. En kijk wie er weer is. Het is de Fred. Daar zit hij weer. Wat zijn we aan het doen voor nu vandaag? Nieuwe wenkbrauwen zetten, want ze waren zo last year season. Ze waren weg, hè? Ze waren gewoon weg. En je hebt ze weer opgetoverd. Een beetje
Ja, ik heb nu een beetje inderdaad... buiten als madame Jeanette, maar dat komt vast goed. Oh, Jeanette. Ik heb in de hoekjes alleen nog even een klein beetje verf zitten. Omdat die gewoon echt ontzettend blond zijn. Dan worden ze net iets sterker. En je hebt vandaag een drukke dag, toch? Mm. Echt druk. Dus wat gaan we doen? Jane! Ik ga met een klein beetje de Jane poeders ga ik er overheen. Om het iets wat te egaliseren, zodat je gewoon de hele dag... Moet maken, schat. Maak hem knap. Nou, knap ben je al. Maar iets rustiger, iets egaler. Ja, toch? Heerlijk. Alsjeblieft, schat. Ik ga zo meteen even filmen wat ik gedaan heb. Komt eens even hier, vriend, vriendin. Nou, het is beeldschoon geworden, jullie zien het. Het is prachtig. Hij heeft er meteen een spiegelreflex over. Hey, ik ben weer helemaal blij. Ze zitten er al nu op. Dus, wimpruitjes, make-up. Jij kan de dag weer door, toch? Ja, wanneer zie ik jou? Zie ik jou weer? Snel? Ja, sowieso snel. En wanneer mijn wenkbrauwen weer zijn. Oké, ik ben weer bezig met mijn volgende klant. Die ligt inmiddels klaar in de stoel. Ik ga een nieuwe set wimpers bij haar aanbrengen. Ze heeft helaas een slechte ervaring eraan overgehouden. En ik ga mijn best doen om dat een goede ervaring te laten worden. Maar het leuke is, ik heb hier een hele lieve meid zitten. Tadaa! Hoe heet jij? Ik heet Shakina. En Shakina die heeft mij laatst een hele lieve brief gestuurd. En ze is nu mee. Met de moeder. Ja. Toch? En wij gaan eens even bij jou een mooie nieuwe set aanbrengen. Dit is een voor. Zo zien haar wimpers er dus uit van nature. Sterk en ze heeft vrij veel wimpers, dus dit wordt een prachtige set. Dus daarom wilde ik hem voor en na voor jullie filmen. No way. No way. I'm so sorry. Jij dacht serieus dat er een klant was voor je. Natuurlijk, Ursula ook hoor. Zij kon later, zeg. Voor je verlofje. Kijk, alles is idee van. Kijk maar. Het is. Alle credits go to Cherie. Ja, maar echt. Maar echt. Jullie zijn zo lief, ik ben heel stil. Dus speciaal voor jou een klantje om te veunen. Mag ik Je moet. Ah, oh, leuk. Ja. Het is een fotoalbum, of niet? Ja. Ja, is wel mooi. Laat me je iets moois mee doen. Oh, huh? Begin maar. Oh, wat mooi. Dit staartje. Oh, zo, wat cool. Ah. Oh. Leuk. Wat mooi. Ja. En dat ben jij. Natuurlijk. Ja, precies. Dat is niet te missen. Zo lief. Oh. Een babyboek voor jou. Ik moet dit even vastleggen, jongens. Want dit is de eerste keer dat Elna zijn taart heeft gemaakt voor ons. Niet liegen. Eerste keer dat je een taart hebt gemaakt. Oké, okay, misschien wel. Dat bedoel ik. Jij hebt het ook nog maar één keer gedaan, hoor. Twee keer. Eén keer. Twee keer. En vanaf de tweede keer ben je verslaafd geworden aan mijn appeltaart. Kom niet zo doen, hè? We zijn inmiddels klaar. Ik heb ook de wenkbrauwen gewaxt en gekleurd. Dus daarom is de huid hier een klein beetje rood. Zoals jullie zien heb ik gewoon een hele neutrale set wimpers erop gedaan. Dus gewoon een C en D curl gemixt. Inderdaad iets gekrulder aan de buitenkant en wat neutraler aan de binnenkant. Dit voor een mooier effect. Mag je even in de camera kijken? Eww. Ja, heel tof. Alsjeblieft. Dankjewel. En we zijn inmiddels beland bij het einde van mijn video. Zoals jullie gezien hebben is het een compilatie van een aantal dagen. Want om het allemaal te filmen is natuurlijk ook een beetje saai voor jullie. Dus ik heb gewoon de leukste momenten gepakt. En ik heb nog een heel leuk moment gefilmd op mijn werk. Onze collega Charlotte gaat met zwangerschapsverlof. Dus daar hadden we echt een verrassing voor gemaakt. We hadden gedaan in haar laatste week alsof ze een klant had. Dus daarvoor kwam ze naar werk. Toen gaven we de cadeautjes en een fotoboek en een hele grote taart gemaakt van Pampers. Jongens, ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie je graag in mijn volgende video. Ciao!